Hey, van harte welkom bij deze video van mij, Helene van Herleva. Ik ben hier in het Amsterdamse bos. Je hoort zelfs een vliegtuig overgaan, as we speak, as we video. Maar kijk, hier is een hele grote mooie boom. Die heb ik net gewoon eventjes zo geknuffeld. Maar ik zat te denken, ik doe hier een oefening mee. En ik dacht, ik neem je even mee in de oefening. Dus wat ik doe, ik ga eventjes het schermpje een beetje draaien. Want wat ik doe, kijk, ik loop nu een rondje om de boom heen. Want dat loop ik kloksgewijs. Dat betekent dus rechtsom, zeg maar. Dat doe ik 3 keer. Als je nou gewoon, als je dit kijkt, in de woonkamer bent of zo, dat kan hè. Dan ga je ook eventjes 3 keer om jouw as heen draaien. Ik doe het nu om die boom heen. Dit is 2 keer. Nu nog 1 keer. Dus jij kunt ook, ik ben er nog. En nog 1 keer. Ik ben nu 3 keer om de boom heen gelopen. En wat jij kan doen is ook een rondje maken. Dus helemaal gewoon zo om je as heen lopen. En doe het dan 3 keer bijvoorbeeld. En waarom 3 keer om je as? Ik kan het zelf nog niet zo heel erg lang. Dus ook ronddraaien is ook een onderdeel van de 5 Tibetanen bijvoorbeeld. Als je daar wel eens van gehoord hebt. Maar dat doet iets in je bloed. En Devon, een Alchemy Breathwork, daar heb ik een video mee opgenomen. Kan je wel vinden op mijn YouTube kanaal ook. Die zegt altijd als oefening, adviseert hij mij dat elke dag om te doen, dat het goed is voor mijn bloed. Nou, precies hoe en wat snap ik ook niet helemaal. Maar ik denk altijd helemaal aan de rechtsdraaiende yoghurt. Er is iets met het rechtsdraaiende. En ik zie er dan maar gewoon ook de lol van in. Maar ik weet dat dingen kloppen. Want de Tibetanen, die begrepen dat al, weet je wel. Dat was al bijna 100 jaar geleden dat een Peter nog iets dat ontdekt heeft vastgelegd. Dus dat is natuurlijk allemaal, ja, dingen die gewoon kloppen. Nou, dus je kunt ronddraaien. Ik ben nu even rondjes om deze prachtige boom heen gelopen. Maar je kunt dus ook gewoon rondjes lopen. Gewoon zo bedoel ik dan. Nou, als je dat bijvoorbeeld 3 keer doet. En je hebt dan ook nog die boom tot je beschikking. En het kan een heel dun boompje ook wel zijn. Maar bomen zijn natuurlijk wel heel bijzondere iets. En soms al zo oud. Dat is waanzinnig. Wat dan heel fijn is. Het is gewoon een healing oefening. En ik neem je gewoon mee. Want ik dacht, ik ga het doen en ik neem je gewoon mee. Dus wat ik dan doe, is dan leg ik mijn hand op die boom. En dan zeg ik tegen mezelf, ik adem de helende energie in van deze boom. En ik adem de helende energie van deze boom ook weer uit. Ik adem de helende energie van deze boom in. En ik adem de helende energie uit. Nog 1 keer. Ik adem de helende energie van deze prachtige boom helemaal in. En ik adem deze helende energie van deze boom ook weer uit. En het voelt heerlijk. Het is een soort, ik heb geen hartslagmeter, maar ik weet zeker dat mijn hartslag nu net even wat minder hard gaat. Minder hoog is, bedoel ik. Connecten met natuur en zo'n boom letterlijk aanraken en dan me daarmee verbinden, dat doet iets. En het is soms zo simpel om gewoon even te connecten weer met de natuur in jou, met diegene die je werkelijk bent. Want juist in deze tijden, ik bedoel, laten we wel zijn, het zijn verwarrende, uiteentrekkende energieën die er nu zijn. Ik bedoel, zoveel mensen die komen in een verdeeldheid. De verdeeldheid wordt steeds groter en groter en duidelijker voelbaar. En daarom is het juist zo gaaf als jij je verbindt weer met jouzelf. En in de natuur is het zo makkelijk en fijn. Dus ik wens jou een hele fijne dag. Bye bye, ook van deze boom. Een fijne dag, doeg.